Louis Vismalen, geen onbekende in de gemeenschap. We hebben hem gekend als toneelspeler, als acteur, maar ook als directeur van Stichting 1 voor 12. De stichting die opkomt voor sociaal zwakkeren in de gemeenschap. En nu staat de heer Louis Vismalen op plek nummer 2 in Paramaribo voor de politieke partij HVB van voorzitter Mike Noorsalim. Mocht hij gekozen worden, zal hij zich verder inzetten voor de sociaal zwakkeren, scholieren en wil hij graag in het parlement een fonds openen om zo mensen die in nood zijn te helpen. Verder wil hij opkomen voor de mens met een beperking. Waarom nu de politiek, heer Louis Vismalen? Nou, goedendag. Nou, waarom in de politiek? Nou, vanwege een goede band dat ik heb met meneer Noorsalim. Het is niet nieuw, we hebben de sedert 30 jaar terug waar wij op één erf hebben gewoond. En als vrienden zijn gebleven tot nu toe. En ik moet zeggen, meneer Noorsalim is een van de weinigen die mij steeds gepowerd heeft tijdens een... mijn sociale activiteiten, 1 voor 12, vanaf het prille begin, kwam hij altijd naar me van, hey, kwam je aan ja zo, patina kas voor jou, luk was aan ja, je hebt bij ons staan zo. En het heeft me eigenlijk bezig gehouden dat deze man zonder enige iets heeft geholpen. En toen hij zelf besloot in de politiek te gaan, ik zag hem bij hem, bij, ik denk, NPS, andere partijen en zo. En nu dat hij in HVB zit, heeft hij me een keer gevraagd, in wat kon join naar politiek. Geloof me, ik heb gezegd van boy, moet denk je laboratorie. Ik heb een hele poos over nagedacht, zeker 2 jaren. En toen het moment uitbrak, heeft hij me weer benaderd van, zou je doen. Toen heb ik gezegd van luister, wat ik wil weten is, wat gaan jullie doen? Hoe ziet jullie visie eruit? Wat houdt HVB in? En toen heeft hij me uitgelegd van kijk, dit zijn de dingen die we willen bewerkstelligen voor de gemeenschap. En toen zei ik van nee, daarmee ben ik ook bezig. Dus eigenlijk zit ik niet in HVB. Eigenlijk zit ik in een sociale huis. Als ik de naam HVB noem, zeg ik hulp voor behoeftigen. De afkorting. Dus ik voel me thuis. En ik zeg het nogmaals, met of zonder HVB, met of zonder politiek, ik blijf de mens in nood helpen. En u staat er op plek nummer 2, heer Vismalen. Bent u meer dan tevreden met plek nummer 2 in Paramaribo? Ik heb er niet om gevraagd. Het is mij voorgehouden van, je staat op plek nummer 2. Alwaar men me zou plaatsen, zou ik mee akkoord tevreden zijn. Ik ben een tevreden mens. Omdat ik tevreden ben, ben ik ook tevreden naar wat ik de afgelopen periode voor de mensen in nood gedaan heb. En ik wil me sterk maken om beleid op beleidniveau nu te gaan werken. Dat zou mijn volgende vraag worden. Dus waarom wilt u nu in het parlement? Nou, nogmaals, ik wil beleid gaan helpen maken. Er zijn zoveel dingen die anders kunnen. Toch, omdat ik ook bijna hetzelfde werk doe, zie ik ook in het parlement. Bijvoorbeeld, ga je een voorbeeld aanhalen. Ik wil een fonds oprichten, samen met de andere partners, tenzij we in de coalitie gaan zitten. En als moet, dan wil ik veel doen voor de mensen in nood. Simpel voorbeeld, je ziet mensen, woningen die worden afgebrand. Ze moeten gaan bedelen bij instanties, bij sociale zaken, bij zoveel plaatsen. Als je goed nakijkt, hebben we 52 assembleeleden. Als elk assembleelid 2000 SRD in een sociaal pot zet of in een fonds stopt, tel dat per maand, per jaar, per aantal keren. Hoe kan je op een misma? We kunnen mensen die wiens woningen zijn afgebrand zelfstandig bouwen. Ik heb een bouwteam. Ik heb deskundigen. Ik heb alles in huis. Daarnaast zie ik kinderen die naar school gaan. Ik help nu 5 kinderen, betaal ik dagelijks bus voor ze. Gaat u dat vermenigvuldigen hoeveel dat per week, per maand, per jaar wordt? Ik heb een ding, omdat ik ze heb toegezegd en ik doe het. Niet alles wat ik uit mijn zak doe, breng ik in beeld. Dit heb ik toevallig niet in beeld gebracht. Maar ik wil hebben dat wij als
assembleeleden een fonds moeten hebben om busgeld voor de kinderen te kunnen betalen middels een kaart. Laten we een kaart introduceren, de schoolgaande kinderen, en dan moeten we dat een tijd aangeven van bijvoorbeeld van maandag tot vrijdag van 5:00 a.m. tot 3:00 p.m. mogen de kinderen gebruik van maken die schoolgaand zijn. Dan hoeven ze geen bus te betalen, dan wil je het ding. Daarnaast, toch, ik heb 2 bakkerijen. Anderen kunnen ook bakkerijen openen, koji alap ching wan brede, die naar school gaan. Het hoeft geen broodkaas, geen broodboter, tenminste dat kan je leren. Ik heb de afgelopen periode zoveel kinderen gesproken die naar school gaan zonder een brood. Een voorbeeld, ik heb op Para, Bersaba, heb ik een aantal maanden schoolkinderen voorzien van een brood. Een brood, een drankje. En zo zijn ook andere scholen, maar die komen niet in beeld. Dit is wat Janne Velo was kader, maar ik vind dat het is normaal. Laten we die kinderen helpen. Dat die, wanneer zo'n kind haar of zijn best niet doet, dan mouwvorming of zo. Maar wat heb je voor dat kind gedaan? Waar was je? Heb je dat kind kunnen begeleiden? Soms willen ze, maar kunnen ze niet. Wilt u parlementariër worden, heer Vismalen, vanwege het geld dat ze verdienen? Ik zeg het nogmaals. Als ik de helft van mijn salaris, tenzij ik door het volk word gekozen, moet stoppen, stop ik het. Bij mij maakt het niet uit. Ik bepaal niet. De gemeenschap gaat bepalen op 25 mei wie assembleelid wordt of wie wat wordt. Ik ga om de gemeenschap te dienen. Ik hoef er geen reclame voor meer te hebben, toch? Ik geef je een simpel voorbeeld. Ik ben vandaag in het veld. Ik heb pakketten gebracht voor een mevrouw. Helemaal te Suralco weg. Mijn hart bloedt. Die mevrouw heeft niets in huis. Niet eens een gastverhuis, niet eens een bed. Even je hebt die. Echt nou. En die mevrouw slaapt daarop. Ik zeg nee, mevrouw, u kunt niet hier slapen. Maar onder huis zie ik een aantal politieke vlaggen. Je plaatst een vlag, wat doe je voor zo iemand? Waarom? Begin je pas maar lang in een situatie toch? Maar je gaat vlaggen daar plaatsen om die mevrouw te beloven wat je gaat doen. Ik vind dat jammer. Jammer. Ik heb het gefilmd. Ik ga het ook uitzenden in mijn programma. Alleen om de mensen wakker te laten worden. Waarom plaats je vlag op mijn erf? Wat doe je voor me? Wat ga je voor me doen? Ga je me weer beloven zoals anderen die etterlijke dingen ze beloofd hebben van we gaan dit, we gaan dat voor je doen. En dat is niet goed. Heer Vismalen, de stichting 1 voor 12, dat vergt heel veel tijd van u. Hoe gaat u dat combineren met uw parlementariër zijn? Ik moet u zeggen, ik doe 1 voor 12 al als stichting 15 jaar, maar bijna 17 jaar al toen ik ben gestart met de heer Carlos Pinas. 1 voor 12 draait nu al bij kans 3 jaar zelfstandig. Roscoe Vismalen is mijn zoon, hij draait het nu. Ik ben slechts het moment waar ik iets moet overhandigen. Maar nogmaals, met of zonder Vismalen, 1 voor 12 blijft doorgaan. Met of zonder Vismalen, we blijven de mensen in nood helpen. Wat vindt u, heer Vismalen, van de prestaties van onze huidige DNA? Ik wil liever daarom niet ingaan. Ik zeg het kan beter. Het moet beter. Ik vind, als ik daarop een cijfer moet geven, ga ik een 4 geven. En degene die ik een 10 wil geven, is DNA-voorzitter Jannie Simons. Waarom ik dat zeg? Niet omdat ze me geholpen heeft, hoor, maar ik ga je een voorbeeld geven. Ik was bezig met de woning daar op Para. En ik kwam tekort met financiën. En ze belde me op, meneer Vismalen. Ik heb uw oproep gezien. Komt u bij me? Ik ben beter gegaan. Gelooft u me? Ik schrok wel even hoor. Ze zei me, hoeveel geld heb je nog nodig? Toen had ik ongeveer iets van 50.000 of 60.000 nodig om het huis af te krijgen. Ze zei, meneer Vismalen, ga je nu 30.000 geven? Ik zeg, ik ga even mijn kwitantieboek halen. Meneer Vismalen, ik wil geen kwitantie van je krijgen. Ik zie al wat hij doet, dus is voor mij meer als voldoende. Dus die vrouw heeft mij zo echt geboeid. Ik zeg van nee. Hadden alle assembleeleden ook dat kunnen doen om een 1000 te zetten voor het sociale werk, niet voor mij alleen, maar voor sociale noden.
weet hoeveel noden er zijn. Maar niemand, iedereen gaat en neemt geld en stopt in zijn zak. Dat maakt ba. Noemt die één assembleelid die dit soort dingen gedaan heeft, sociale noden heeft kunnen bewerkstelligen. Toch? Dan, ja, ik ken ze niet. Ja. Men zegt, heer Veersmalen, eenmaal gekozen, kent men het volk meestal niet meer. Hoe gaat u contact blijven houden met het volk? Ik ben een volkmens. Ik ben dagelijks in het veld. En als men me daar wil plaatsen om haar of zijn situatie te veranderen, dan moet men ervoor gaan. Wij bepalen niet. Maar ik ga geen belofte doen en na de verkiezing ziet men niets. Ik zeg nogmaals, ik ga het herhalen. Met of zonder politiek blijf ik mijn werk doen. Ik wacht niet om DNA-lid te worden om het werk te doen. Ik ga gewoon door. Ik blijf de mensen doorhelpen. Timmy Dede. Het lijkt alsof parlementariërs steeds meer een verlengstuk zijn van de regering. Hoe zal u, mocht u gekozen worden, zich opstellen in het parlement? Hetzelfde wat ik daarvoor heb gezegd. Ik stel me op om de mensen te dienen. Je wordt daar gekozen om voor het volk te zijn. En daarvoor ben je daar. Je gaat beleid maken om de noden die geconstateerd worden te bewerkstelligen, te herstellen, te corrigeren. Maar als je goed hebt, is dom, je neemt dat niks, je neemt doet niks. Toch? Het is een collectief. Laten we samen als coalitie of het collectief die in de assemblee zit, samen iets doen, met name een fonds waar we zonder dat de andere ministeries inkomen wat te kunnen regelen. Bijvoorbeeld iemand zeg maar een straat moet geregeld worden. Dan hoef je niet op dat moment te wachten op OW. Kan de OW, alle de machine voor OW bezet. Laten we dat even zelf doen. Je hebt zoveel ondernemers die in kunnen komen. Maar dan moet je ze betalen. Maar daarvoor moet je geld hebben. Maar niemand komt in. Ik zie kleine dingen waar ik steeds in kom. Vraag ik me af, konden we dat niet samen doen? En dat wil ik samen gaan doen. Alles wat ik zeg, wil ik samen gaan doen. Als men niet samen wil werken, dan ga ik het uit mijn zak doen. Mensen hebben steeds minder geloof in politici. Bent u eens hiermee? Zegt u ja? Hoe wilt u dan daar zelf verandering in brengen? Ik kan het met ze eens zijn dat ze geen geloof meer krijgen in politici, omdat ze gezien hebben dat mensen niets voor ze gedaan hebben. Ik wil gaan doen en ik ga ook doen. Ik ga om vooral. Daar wil ik me sterk maken, de sociaal zwakker. Mensen met een beperking, kindertehuizen zijn bomvol. Asiana is bomvol. Laten we uitbreiden, laten we dit soort dingen gaan bouwen. Laten we units maken waar we deze mensen kunnen opvangen. Laten we niet wachten totdat de president een besluit neemt van we gaan nu een aantal huizen bouwen. Koop begin schrijving. Daarom ben je assembleelid. Daarom ben je daar gekozen om de mensen te helpen. Maar even doen en wacht je aan top. Dan doe je het ook wel. Stemmen op de HVB, de hervormings- en vernieuwingsbeweging, is stemmen op de NDP, worden door velen gezegd. Wat zegt de heer Veersmalen? Ik wil het niet alleen geloven. Ik zeg stemmen op Veersmalen is stemmen voor een verandering in het land. Dus het is niet stemmen op de NDP? Ik stem, mensen moeten op me stemmen om verandering te brengen voor Suriname. Wat is uw boodschap voor de mensen die voor het eerst zullen gaan stemmen, dus de first voters en de zwevende kiezers? Nou, de mensen die voor het eerst gaan stemmen, ik wil ze niets beloven, maar ik wil ze vragen. Stemt u op Louis Veersmalen, nummer 2, lijst 16, dan gaat u wel zien wat er gedaan gaat worden. Ik beloof mijn werk voor te zetten. Het verlengde wat ik al doe, ga ik doordoen. En dat is de mens in nood helpen. Niets anders.